Flevoland, de maakbare man-made provincie waar alles mogelijk leek. Nu, een kleine 40 jaar later, staat de provincie voor nieuwe uitdagingen. De komende jaren moeten er 100.000 woningen bijgebouwd worden. Maar we kunnen niet groeien zonder rekening te houden met onze omgeving, zowel binnen de provincie als daarbuiten. Zo hebben we te maken met verschillende transities. We moeten ons energiegebruik veranderen. We hebben een goed kringloopsysteem nodig waarin zo min mogelijk grondstoffen verloren gaan. En we moeten efficiënter en duurzamer voedsel produceren en consumeren. Alleen door hieraan te denken kunnen we een hoge kwaliteit van leven bereiken voor iedereen. Voor vandaag en voor morgen. Dit noemen we brede welvaart. Met input van statenleden, ondernemers, onderwijsinstellingen en gemeenten hebben we een visie samengesteld waarmee we vol inzetten op onze toekomst. Maar hoe gaat de provincie er dan voor zorgen dat ik hier lekker kan blijven wonen en werken? We gaan breder kijken dan het bouwen van woningen. Ons economisch beleid richt zich op de volgende vier thema's. We willen het verdienvermogen van de vele ondernemers in de provincie versterken. Bijvoorbeeld door te investeren in innovatie en kennisontwikkeling. Daarnaast gaan we ervoor zorgen dat mensen die een baan zoeken beter aansluiten op de eisen van de functie door meer aandacht te geven aan de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden die bedrijven hard nodig hebben. Met brede samenwerking en oog voor klimaat, energie en digitalisering werken we toe naar een toekomstbestendig bedrijfsleven. Maar hiervoor moet wel ruimte zijn. Daarom gaan we bestaande werklocaties versterken en nieuwe locaties creëren. Zo investeren we in verantwoorde economische groei en meer werkgelegenheid. Want we willen brede welvaart voor onze inwoners, voor nu en later. Wil je meer lezen? Ga dan naar de economische visie. En wil je weten wat de provincie hiermee gaat doen? Ga dan naar het economisch programma.